assistant coach die de link verzorgt tussen de academie en Club 1. Ik ben vroeger destijds begonnen bij Lierse. Dan van Lierse ben ik naar Beerschot gegaan, over Lommel-Westerlo, heel even. Dan van Beerschot ben ik naar Stoke City gegaan, van Stoke City naar West Bromwich. Van West Bromwich naar Club Brugge. Daar heb ik een lange tijd gezeten. En dan heb ik nog 2 jaar mijn carrière afgesloten bij zowel Lierse als Oostende. Maar Club Brugge is de club waar ik als voetballer een hele mooie tijd heb beleefd. Waar ik heel tevreden ben geweest en een ongelooflijke band heb gehad met de fans. En ik ben ongelooflijk content dat ik hier gewoon kan verder werken met Club 1 en naar beneden toe ook. Mijn allereerste herinnering aan voetbal. Ik herinner als ik 8 jaar was. Dan zag ik Daniel Amakachi en heel die ploeg. We hebben er nog wel mee gelachen met de oud-spelersreunie. Dat eigenlijk mijn eerste beeld van Brugge was. Van die lichtblauwe truitjes. Op deze moment is het voor mij heel belangrijk om de talenten beter te maken. Om ze hun volledig potentieel te laten gebruiken. En zo Club Brugge als club en ons als team beter te maken. Als we elke speler individueel beter kunnen maken, dan gaat de ploeg uiteindelijk ook beter spelen. No sweat, no glory. Brugge on. Het zijn er al 2.